nieuwste versie van Apple iOS is vanaf nu te downloaden. Maar wat is er nou allemaal nieuw en welke telefoons zijn ervoor geschikt? Ik praat je bij in deze video. Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Marco en voordat ik ga beginnen is het even heel belangrijk dat je kijkt naar je telefoon. Want welke telefoon heb je nou precies? Heb je nou een iPhone 10 of lager, dan kun je deze update niet installeren. Maar heb je nou een XR, XS of nieuwer, dan kun je dus iOS 18 wel gaan installeren. Heb jij je telefoon nog niet kunnen updaten, dan kan dit alsnog heel makkelijk. Ga naar jouw instellingen app, druk op algemeen en dan op software update. En als het goed is, verschijnt daar dan de update voor iOS 18. Het installeren kan even een kwartiertje duren, geef het even wat tijd en zorg ervoor dat hij voldoende stroom in de accu heeft. Een van de grootste vernieuwingen in iOS 18 is toch wel de aanpasbaarheid. Want het wordt nu eindelijk mogelijk om je telefoon nog meer te personaliseren. Want misschien wil je toch iets anders hebben dan wat Apple eigenlijk wilt. Want een nieuwe functie hier is dat het eindelijk mogelijk is om die icoontjes op je homescherm te kunnen gaan verplaatsen. Want misschien vind je de indeling die je nu op je telefoon hebt totaal niks. Of je hebt misschien een foto met iemand erop staan. Ja, dan wil je daar natuurlijk geen iconen voor hebben. Maar nu kun je dus eindelijk gaan bepalen waar die iconen echt neergezet moeten gaan worden. En dan blijven ze daar ook staan. Ook nieuw is dat je de iconen en de widgets ook van een speciale kleurtint kan voorzien. En dat is best wel interessant als je een bepaald thema wilt hebben op je eigen telefoon. Druk dus lang op de achtergrond, tik dan linksboven op wijzig, druk dan op pas aan en dan kan je aan de onderkant selecteren wat voor soort icoontje je wilt. Misschien wil je een icoon hebben die geschikt is voor light mode, je hebt nog een icoon voor dark mode en je kan ook nog eens aangeven wat voor tint het moet gaan hebben. Dus wil je nou bijvoorbeeld alle iconen rood hebben, dan is dat natuurlijk mogelijk. Met deze instelling pas je dat dus aan. Een andere nieuwe functie is het vernieuwde bedieningspaneel. En het vernieuwde bedieningspaneel is echt behoorlijk op de schop genomen. En dat is namelijk het scherm waar je dus bijvoorbeeld je wifi kan aantikken, je bluetooth of misschien ook bijvoorbeeld je zaklamp. Dat is op de schop genomen. Want je hebt nu 4 pagina's al tot je beschikking. Nou, de eerste pagina's zijn dus al die sneltoetsen. Pagina 2 is voor je muziek. Pagina 3 is voor je HomeKit en pagina 4 is voor jouw connectiviteit. Maar nu is het eindelijk ook mogelijk om al deze iconen van plek te laten veranderen. Of misschien wil je andere iconen groter maken of toevoegen of zelfs verwijderen. Dat kan hier nu eindelijk mee. En wil je nog een nieuwe pagina maken met meer van zulke knoppen? Apple staat het eindelijk toe, je kan dat dus gaan instellen. En had ik trouwens ook al gemeld dat je de knoppen op de vergrendelsrem kan aanpassen? Nou ja, nu heb je ongetwijfeld wel de zaklamp en de camera. Alleen dat kan je nu dus eindelijk gaan veranderen. Je hebt een hele selectie met dingen die je kan instellen en er zit vast wel iets tussen voor je dat je kan gaan gebruiken. Ben je ook zo'n ster met het onthouden van al die wachtwoorden? Nou, ik toevallig niet. En daarvoor gebruik dus ook een wachtwoordmanager. En Apple heeft dus nu de wachtwoorden verplaatst van de instellingen naar een aparte app. En in deze app kun je dus al je wachtwoorden vinden die je hebt opgeslagen op je iPhone en eventueel ook in je keychain. Al deze wachtwoorden zijn dus lokaal opgeslagen en ook versleuteld. En is een wachtwoord toevallig eens een keer gelekt, dan zie je daar gelijk een waarschuwing voor in beeld. En wat ook heel handig is, is dat er ook codes gegenereerd kunnen worden voor tweestaps autorisatie. Dus als je nou dat hebt ingesteld bij sommige accounts, dan kan je dat daarvoor dus gaan gebruiken. En dat is een hele handige functie. Want nu hoef je niet per se andere apps te gebruiken. Maar kan je gewoon de standaard wachtwoorden app gebruiken die Apple dus heeft geïnstalleerd. Best handig. Heb je geen zin om je telefoon te gebruiken met je handen of heb je die optie niet? Dan heeft Apple goed nieuws voor je. Want het is nu eindelijk mogelijk om je iPhone compleet te bedienen met je ogen. Ja, er is dus eye tracking toegevoegd waarmee je dus je telefoon kan bedienen door middel van het kijken naar het scherm. En daarmee krijg je dus een soort van cursor in beeld te zien en die zal dan ook jouw ogen gaan volgen met wat je wil gaan doen. En dat is best wel handig mocht je eventueel je telefoon niet kunnen gebruiken omdat je misschien wat aan het doen bent of je hebt de mogelijkheid niet om je handen ervoor te kunnen gebruiken. Een andere leuke functie is ook als je bijvoorbeeld slechthorend bent. Wat ik ermee bedoel is dat je eindelijk kan luisteren hoe de beat van de muziek werkt. Want ben jij bijvoorbeeld muziek aan het luisteren op Apple Music, dan is het nu eindelijk mogelijk om ook die beat te voelen door middel van die trillingen. De Apple Music app zal dan ook gaan trillen op de maat van de muziek en daarmee kan jij dus voelen hoe de muziek klinkt. Een best wel leuke functie, maar wil je dat niet hebben, dan kan je het ook heel makkelijk uitzetten. En deze opties staan bijvoorbeeld in jouw
jouw toegankelijkheidsinstellingen. Kijk daar even rond, wellicht dat je nog meer leuke functies voorbij ziet komen. Maak jij graag foto's door middel van je telefoon? Nou, ik toevallig wel. De Foto's app is dus nu compleet vernieuwd. Het is nog makkelijker om foto's te vinden, collecties te maken of even groepen te maken van vergelijkbare foto's. Wil je dus foto's hebben van jouw vakantietrip naar bijvoorbeeld het buitenland? Dan kan je dat heel makkelijk gaan samenstellen en groeperen. En op die manier is het ook veel makkelijker om al je foto's te gaan sorteren en ook uit te zoeken wat wat is. Ben je ook een gebruiker van de notities-app? Ook die is wat bijgewerkt. En soms schrijf ik wel eens wat dingen op in de notities-app wat bijvoorbeeld berekend moet gaan worden. Misschien de vaste lasten bijvoorbeeld of de kosten van je boodschappen. Nou, in plaats van dat je al die nummers weer moet gaan kopiëren, zal het dus automatisch berekend worden in de notities-app. Sterker nog, als je gewoon een hele simpele som opschrijft, wordt het dus automatisch uitgerekend. En vergeet ook niet, er zijn nog veel meer andere functies in iOS 18 en als je deze dus geïnstalleerd hebt, ga er lekker mee spelen. Heb jij iets gevonden wat ik nog niet heb genoemd? Deel het dan vooral in de reactie beneden. En vond je dit een leuke video? Beloon me even met een duimpje omhoog en zorg ervoor dat je geabonneerd bent. En deel deze video ook met andere gebruikers die nog niet echt durven te updaten. Mijn naam is Marco, thanks voor het kijken en ik zie je heel graag in de volgende hier op dit kanaal.